Luisteraars, kijkers, ik ben weer terug. Dit keer met de interviewpodcast. Dat is Bloedsport 1-op-1, wat ik al een tijdje niet heb gedaan. Maar nu weer terug met de aflevering 14, een mooi getal. En met dit keer weer een speciale gast. Ik noem eigenlijk de digitale kunstenaar eigenlijk voor mij. Min of meer digitale stylist eigenlijk. En dat is Designed by Levi, Levi van Boxhol. Welkom, kerel. En hey, tof dat je dit wil doen, man. Ja, ja, wederzijds, man. Leuk, ik heb er zin in. Ja, hoe is het met jou, jongen? Goed, goed. Mooi. Ja, helemaal niets te klagen op dit moment. Het wordt weer lekker weer. Ja, ja, ja. En we zitten midden in het Pasenweekend, dus we hebben volgende week beginnen met een dag vrij. Nou, dat is sowieso altijd lekker. Absoluut. Dus eigenlijk, het kan niet heel veel beter. Mooi, man, mooi, man. Ja, waar zullen we beginnen, man, Levi? Ik ken je natuurlijk al een tijdje en wij hebben elkaar eigenlijk nooit fysiek ontmoet. Nee. We hebben elkaar ook digitaal ontmoet, zeg maar. Dus ik dacht, het wordt tijd om jou eens even in de schijnwerpen te zetten. Ik vraag me eigenlijk af, ben je eigenlijk ooit wel eens geïnterviewd, Levi? Dat is een goede vraag. Nee, niet echt op deze manier, nee. Dit is sowieso nooit een podcast. Nee, hè? Dat sowieso niet. Nee, ik denk dat je echt de eerste bent, man. Ja, ja, dat is wel... Ja, ja, en ik voel me zelfs een beetje vereerd. Ja, ja, dus weet je wat het is? Ja, ja, even voor de luisteraars en kijkers, of in ieder geval die dat op YouTube bekijken en op de overige podcastplatformen. Hoe wij elkaar natuurlijk... hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen, want daar zat ik nog vanochtend even over na te denken. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, Levi. Ja, dat is een goeie. Ja, sowieso via social media natuurlijk. Klopt. Kijk, we hebben elkaar... Ja, we hadden natuurlijk een goede match met vechtsport. Klopt, klopt. Ik denk op die fiets dat we elkaar ooit een keer een bericht hebben gestuurd of zo. En keken van wat hebben we aan elkaar. Ja, op die manier denk ik. Ja, klopt, klopt. Het is, ik keek nog terug. Het kwam, ik heb een keer een artwork van jou gepost. En ik keek toen op jouw pagina en ik had helemaal niet door dat je uit Nederland kwam, Levi, heel eerlijk. Het zag er echt heel tof uit. De meeste jongens die dat deden, in Nederland had je niet die jongens die dat echt doen, zeg maar. Voornamelijk ook geënt op de vechtsport. En toen ben jij me volgens mij gaan volgen en toen viel het me volgens mij op dat jij dus uit Amsterdam kwam. En toen keek ik naar je edits en ik was voornamelijk bezig met podcast audio en ik had nog niet echt iemand gevonden die ook een beetje in lijn met mijn logo en zo, weet je, met de huisstijl, dat echt iets bij mij paste. En, en als iemand dan uit Amsterdam komt, ja, dan is de link natuurlijk ook wel sneller gelegd. En toen heb ik volgens mij met jou natuurlijk een bericht gestuurd, volgens mij. Zo zijn we in contact gekomen, man. Klopt, klopt. Ja. Dus, het is ook alweer een tijd geleden, man. Hoe lang? 2020 was dit. Maart, april. Was dat trouwens, met die COVID, joh. Was dat trouwens de start van COVID dan ongeveer? Ja. Met de pandemie, hè? Ja, dat was inderdaad rond die tijd. Ja, dat was ook dat ik ging opschroeven met mijn podcast. Dan zit je zoveel thuis, zeg maar. Dan heb je veel meer tijd natuurlijk ook. Dus zo kwamen wij, zeg maar, in contact. Maar hoe ben jij in aanraking gekomen met de vechtsport, Levi? Hoe zit dat? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik zit even te denken wat mij het eerste triggerde. Ik denk dat ik toch een beetje door toen die periode met Conor, met Diaz. Ja. Die eerste partij. Ja. Dat echt de eerste partij was waar ik echt voor ging zitten en naar ging kijken. Check. Dus eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. En daarvoor hier en daar ook wel. Maar niet echt dat ik ieder weekend vast ging kijken naar partijen of op ging zoeken wat er nog allemaal aankwam. En ik had ook iemand op werk die veel UFC keek. Dus ja, die zei dan hier en daar wat. En eigenlijk ben ik op die manier een beetje erin gerold. Gaaf, man. Gaaf, man. Ja, mooie partij. Ja, zeker. UFC 202, augustus 21. Ja, meteen verkocht. Ja. Meteen verkocht. Ja. Had je toen een specifieke iemand die je triggerde? Of ging je gewoon de open in, zeg maar? En had je zoiets van, gewoon beide vechters? Of had je wel een, zeg maar, iemand die jou natuurlijker aantrok, zeg maar, qua stijl? Of qua persoonlijkheid. Ja, niet eens. Ik vond sowieso heel eigenlijk zoals ieder, de meeste mensen met Conor is natuurlijk een heel mooi verhaal. Aparte gasten. Iedereen heeft er wel een mening over of je hem nou mag of niet. Klopt. Maar het heeft natuurlijk wel binnen de UFC wel wat gedaan. Heel veel mensen die zijn daardoor UFC gaan kijken of klopt. Hebben een bepaalde mening over. En dat vond ik het mooie van Conor. En Nate Diaz is natuurlijk
ook zo'n bizarre gast. Gewoon echt een vage gast, maar wel heel mooi. Het is geen typetje die speelt. Hij is gewoon zo. Klopt, klopt. Mooi is dat, Ja. hè? Ja, dus als Klopt. je ook die interviews die je rond die tijd had, ja, dat is natuurlijk een heel verhaal. Gewoon hoe ze elkaar opzochten en elkaar belachelijk maakten. Ja, waanzinnig. Klopt, man. Echt genieten. Klopt, er was trouwens wat in de war. Ik was in de war met McGregor DS2. Dat was Ja. UFC 296 was dat Ja. natuurlijk. Ja. Maar ik zat helemaal terug te kijken naar dat verhaal. Inderdaad, precies, je zegt het goed, man, Levi. Beiden hebben iets natuurlijk, een bepaalde aantrekkingskracht. En je kan niet om Karne heen of je hem nou mag of niet. Hoeveel ogen hij trekt, zeg maar. En hoe groter hij de sport heeft gemaakt. Ja, dat is absurd. Dat zie je ook in die pay-per-view-aantallen. Wat hij nog steeds Ja. doet, en ondanks zijn nederlagen. Ja. Maar dat is wel een mooie tijd om erin te rollen. Dat is voor Thomas ook zo trouwens. Dat is ook wel echt een Ja. McGregor. Ja, daardoor ook helemaal heel veel mensen die ik ken trouwens. Ik heb zelf een neef die echt fan van hem is. Maar mooi verhaal, maar Levi. En het edit. Ja, hoe noem je dat eigenlijk wat je doet? Dat is editen, Ja, artwork. Ik heb design, design hè? moet ik het eigenlijk. Ja. Dat deed je al vanuit je eigen achtergrond? Of ben je daar ook meer ingerold door, ja, door de combat sport, zeg maar, om dat te gaan doen? Nou ja, eigenlijk het eerste van wat ik me echt kan herinneren, wat ik met design te maken had, dat was eigenlijk al rond de basisschool. Iedereen moest toch wel eens een presentatie geven over wat dan ook Ja. voor de klas. En ja, eigenlijk ging waar mijn presentatie over ging, was helemaal niet zo heel boeiend. Maar het zag er wel altijd gewoon heel goed uit, de PowerPoints en zo. Gewoon Nice. strak, netjes. Nice. Dat vond ik dan wel heel belangrijk. Dus, Nice. ja. Dus ik denk dat het een beetje op die manier is ontstaan. Dat ik met bepaalde dingen misschien qua spreken of ja, daar wat minder waarde aan hechtte. Maar wel dat het er gewoon heel netjes en goed uitzag. En dat, die lijn heb ik een beetje doorgetrokken naar de middelbare. En vanuit daar, ja, als je uiteindelijk dan je diploma hebt gehaald, ja, wat ga je dan doen? En toen kwam ik eigenlijk met mijn ouders terecht op een soort grafische ontwerpstudie. En die heb ik toen gevolgd. En ook gehaald. En ja, dan zit je eigenlijk natuurlijk al ja, er helemaal middenin. Zo snel Klopt. gaat het dan wel. Gaaf, man. En vanuit dat perspectief, ik vond het altijd al leuk om dingen met sport te doen. Ik deed heel veel met de posmaak van voetbal of weet ik veel wat. En uiteindelijk dacht ik van ja, het is ook wel tof om een beetje binnen de vechtsport dit aan te houden. En eigenlijk is het heel simpel. Ik vind altijd als je een poster hebt van met twee boze koppen. Ja, er is niets mooier als dat die twee ook echt gaan matten. Als je een schaakposter moet maken en je hebt twee boze koppen, ja, dat staat gewoon niet. Want je weet gewoon niet dat je weet dat die mensen gaan schaken of gaan dammen of wat dan ook. Ja, die gaan elkaar natuurlijk niet helemaal afmaken. En met vechtsporten heb je dat gewoon wel. Je weet dat twee dames of heren een kooi ingaan of een ring ingaan met als ja, doel om elkaar uit te schakelen. Dus dat is natuurlijk, er komt wat extra's bij zo'n post. Ja, Ja. dat zorgt voor die extra dimensie. Dat schetst je Precies, goed, klopt. ja, Klopt. het betekent gewoon echt wat. Dus op die manier ben ik een beetje ingerold. Ja, en wat jij zegt, vanaf een beetje die corner en die is hype. Ja, het een en ander gaan maken. Dus ja, op die fiets Ja, eigenlijk. gaaf, man. Het verlengde eigenlijk van wat je al, zeg maar, deed. En ik hoor ook wel, je bent eigenlijk iets gaan doen wat ook min of meer waar je hart ligt, waar je passie ligt, hoor ik. Hoor ik dat goed, Levi? Ja, zeker, zeker. En Ja, ja. ik ben ook van overtuigd dat, kijk, als je iets niet leuk vindt, moet je het gewoon niet doen. En ik doe dit omdat ik het leuk vind. En al vind ik het niet meer leuk, dan moet je ook ja, eerlijk tegen jezelf zijn en ermee stoppen. Want het is uiteindelijk net zoals met wat jij ook hebt, wat we delen, de passie, dat er uiteindelijk voor zorgt dat je ergens beter in wordt en dat je het met plezier doet. En al heb je die passie er niet meer voor, ja, dan hou je jezelf eigenlijk voor de gek natuurlijk. Exact. Ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Want ik hoor ook de rol van je ouders daarin eigenlijk. Dat je aangeeft dat ze je daar ook wel in stimuleerden, zeg maar. Dus dat is ook wel goed dat je die omgeving hebt, weet je, die je daarin stimuleert. De ouders hebben ook wel eens in die zin de neiging natuurlijk om omwille van het beste voor hun kind ook daar een beetje sturing aan te geven. En niet altijd Ja. datgene stimuleren waar hun kind ook echt een passie voor heeft. Dus gaaf, man. En dat zegt ook En genoeg waar ik trouwens om nog even een afslag te nemen. Maar je ziet dat ook terug in je werk, hoor. Want oh, ik ja, ik moet vind je zien wat edits je daar gewoon echt, aan doet. echt heel gaaf. En ook dat, ook maar gewoon met je functionaliteit, weet je, met je afspraken ook. Je komt alles strak na, alles is on point, iets wat je niet verwacht, regel je nog. Dus je merkt ook een beetje dat
perfectionistische, ik weet niet of ik dat zo mag noemen, maar je bent wel iemand die veel van jezelf eist. Hoor ik en proef ik dat goed, Levi? Of... Nee, ik vind, kijk, als jij, als we samen, jij gaat iets starten en jij vraagt mij om er iets voor te maken, dan hoop ik daar wel het maximale uit te halen. Als jij daardoor meer kijkers trekt of je bent er zelf helemaal blij mee, daar heb ik indirect natuurlijk ook wat aan, want jij komt ook weer terug naar mij daarvoor. Exact. Dus, ja, dat is gewoon compliment hoor, dat doe je echt goed, man. Dus thanks, man. Ik zei toen al, man, ja, ik heb eigenlijk... Sindsdien geen enkele persoon meer van mijn designs gebruikt, zeg maar, weet je. Omdat het ook zo in lijn is met mijn logo. En dan, wat jij ook zegt, weet je, een tevreden klant is een klant die terug blijft keren. Dus dat zeg je ook goed. Ik noem mezelf even in dat opzicht klant, maar je snapt wat ik bedoel natuurlijk. Zeker, ja man. Maar ja, en nu Levi, uit welke, even een stukje achtergrond, hè? In welke deel van het land ben je opgegroeid? Ben je überhaupt in Nederland opgegroeid? Heb je nog in het buitenland gewoond? Nee, ik ben echt in Nederland opgegroeid, eigenlijk tussen een dorp net voorbij, ja, eigenlijk tussen Amsterdam en Utrecht in, daar woon ik nu ook nog steeds. Gaaf. Ja, eigenlijk gewoon Hollands, puur Holland. Ja, gaaf man. Kaas en worst op verjaardagen. Ja, wat, sorry? Kaas en worst op verjaardagen. Ja, dat is gaaf man. Maar ik dacht ook, want ik dacht dat jij uit Amsterdam kwam, maar ik hoorde ook helemaal, je hebt geen accent of zo waar je een beetje kan herleiden. Kijk, bij mij horen mensen vaak, ja, dat is echt een Rotterdammer. Maar je hebt een vrij neutraal accent. Dus ik dacht eerst dat je echt in Amsterdam woonde, maar het is tussen Utrecht en Amsterdam. Nee, dus. Het is er net voorbij. Ik vind dat makkelijk om Amsterdam te misbruiken daarvoor, omdat iedereen Amsterdam kent. Klopt. En ik woon eigenlijk in een klein dorp, net voorbij Amsterdam. Maar mijn roots liggen dus niet in Amsterdam. Mijn vader komt wel uit Amsterdam. Gaaf. Maar ik heb dus geen echt Amsterdamse plat accent, zover ik zelf weet. Nee, dus absoluut niet. Nog iets met voetbal trouwens, zelf? Los van ja, ik heb heel lang zelf gevoetbald. Ja. Ik denk, hoe lang is het zijn? 13, 14 jaar. Okay. Eigenlijk, zoals de meeste jongeren, denk ik, dat je ouders zet op een sport en dat is helemaal leuk en daar heb je plezier in, dus dat doe je dan ook lang. Klopt. En dat is bij mij ook zo'n beetje gaan, tot ik uiteindelijk wel dacht van, joh, ik vind het wel leuk om wat anders te proberen. Ja. Maar wel het grootste gedeelte, gevoetbald, ja. Hey, gaaf man. En doe je nu nog wat aan sport? Ja, fitness veel. Probeer het, omdat je jezelf uit te dagen. Dat is wel belangrijk ook. Ik heb natuurlijk verder kantoorbaan, dus ik zit veel in een bureaustoel. En dan hoort het er gewoon bij dat je in je vrije tijd wel hier en daar een beetje bij klust. Want anders dan... You gotta educate your mind and body, zeg ik altijd. Precies, in het bedrijfsleven, weet je, ik verbaas me dan ook toch weer... Hoe onderbelicht dat is, hoor Levi. Dat zeg ik heel eerlijk in. En dan zeggen mensen ook wel eens, je overdrijft. Ik zeg, uiteindelijk gaat het wel om totaalbeeld ook, hè. Weet je, met hoe slechter we voor onszelf zorgen, hoe meer druk we zetten op de zorg. Je zet ook hoe minder goed dat uiteindelijk wordt. Dat is ook wel een collectief verantwoordelijkheid die je hebt, denk ik, weet je. Tuurlijk. Ik ga er wel wat dieper in, misschien wel af en toe te diep. Maar ik denk ook weer van, zorg dan ook wel goed voor jezelf, joh. Want als je ziet met al die... suikers en al dat soort bullshit, weet je, ik zeg, je kan genieten, maar alles is met balans, denk ik, toch Levi? Of, precies, toch? Je moet de middenweg vinden, 100%. Exact. Ja, maar, of combat sports, daar kunnen we natuurlijk over heel veel dingen hebben, maar over je werk, man Levi, je hebt heel veel gedaan, en dat vroeg ik me af, wat zijn nou als je één iets moet noemen waar je echt trots op bent? Want ik kan ik ken er zelf ook wel. Ik heb een paar dingen in mijn hoofd waar ik denk van, het is echt tof wat je aan me hebt gedaan. Maar ik dacht, ik ga die vraag natuurlijk gewoon open aan hem stellen. Je hebt heel veel leuke opdrachten. Volgens mij, ik weet niet of ik, dan kan je maar zomaar over vertellen hoe dat is begonnen met artwork voor podcasts, voor andere zaken. Maar in het algemeen, vanuit je werk, vanuit je hobby, wat is nou het meeste, iets waar je het meest trots op bent? Of zaken, zeg maar, als het meerdere zijn, ook prima natuurlijk, die in je opkomen. Ja, ik denk voor Represent LTD. Dat was echt wel... Dacht ik al, dat vond ik echt wel heel tof. We hebben best wel veel projecten voor gedaan. Dat is dus eigenlijk het kledingmerk van Nate Diaz. Dus Nate Diaz heeft een team ooit eens ontwikkeld van, ik denk, 3 of 4 man die dat dan helemaal draaien. Dus die komen iedere week, soms om de 2 weken met een soort nieuwe drop. Met allerlei nieuwe kleding en dit en dat. Af, man. Ik word af en toe dan wel eens gevraagd om voor zo'n nieuwe drop dan wat dingetjes te maken. Ja, dat vind ik wel heel gruwelijk. Ook dat je op Nate Diaz, die staat dan met jouw shirt.
Ja, dat is fantastisch. Jij hebt ontwikkeld. Ja, dat is wel echt gruwelijk. Dat is wel heel vet. Ja, dat kwam ook een van de dingen die me opkwam. Ik zag dat ook eigenlijk te laat. En ik dacht, meen je dit nou, joh? Ik zeg, ik was min of meer ook trots of zo op je. Heel apart, omdat ik ook natuurlijk je weg zie daar naartoe, hè, Levi? En denk hoe je begonnen bent. En je ziet van het woord gezien. En ja, en heel gaaf man, Levi. Het is een heel mooi project. En tof dat je dat ook kan doen, zeg maar. En dat ze nog steeds bij je in de lucht komen daarvoor. Ik gebruik namelijk ook al een tijdje hun... ik heb familie in Amerika die in Nederland woonde. Die is daar naartoe verhuisd. Hun hebben ook een eigen CBD, zeg maar. Dat heet de Game Up Nutrition, noemen ze dat, geloof ik. Ja, dat zalven voor herstel, weet je. Ik box zelf natuurlijk af en toe als je van die verschillende body shots krijgt met blauwe plekken en hoe snel dat herstelt. Zo. Ik vind het ook nog een heel onderschat middel in de combat sportwereld in Nederland trouwens. Ja. Maar ja, dat spul is ook echt fantastisch en super betaalbaar, zeg maar. Ik heb nog geen middel gevonden in Nederland wat ook in de buurt komt. Maar ja, ze doen hele toffe dingen, man, die guys. En super gaaf dat je dat mag doen. Hoeveel opdrachten heb je al voor ze mogen doen? Verschillende soorten ontwerpen mogen doen, Levi, voor ze representen. Alles bij elkaar optelt, ook echt de social media posters, niet echt ook de kleine dingetjes van kleine filmpjes of animaties of posters, denk ik. Ja, ik denk zo'n 20 verschillende opdrachten. Gaaf, man. Ja. Ik zit gewoon met iemand die gewoon dingen doet voor de team DS, voor Brothers DS. ja, gaaf, man. DS zelf is natuurlijk ook gewoon super vet. Klopt. Je hebt gewoon veel vechters natuurlijk bij UFC, ook buiten UFC. Maar ik vind Nate Diaz altijd gewoon iets hebben, iets speciaals hebben. Gewoon ook omdat, je hebt best wel wat vechters die natuurlijk een typetje proberen te spelen of proberen te zijn. Exact. En het mooie van Diaz is, hij is gewoon echt zoals die is. Ja, exact. Hij acteert niet, hè? Dat hij heeft acteren niet nodig, ja. Dat is mooi, inderdaad, klopt. En ik vind het ook zo mooi dat ze uiteindelijk, want die jongens en zijn broers zaten zo lang in de game en ze werden zo ondergewaardeerd, zeg maar. En ja, om even de link te leggen naar de McGregor-feit van UFC 196, ja, dat heeft hem natuurlijk ook als ster naar boven gebracht, zeg maar. Zeker. Weet je, dat is echt mooi om te zien, man. En die jongen doet het goed. Kijk waar zijn carrière gaat stoppen. Maar ja, super tof, man, Levi. Echt gaaf. Ja, man. Super gaaf. Ja. Nee, dus dat is zeker wel iets waar ik trots op ben. Hopelijk volgt er nog veel meer natuurlijk. Ja. Ik blijf daar wel me op verheugen ook. Maar dat is zeker wel iets waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat het zo snel zou lukken. Nee, maar het zegt genoeg. Want je hebt even vooropgesteld. Dit is niet iets wat je doet als baan, hè? Want jij werkt gewoon dan hiernaast, toch? Gewoon, je hebt hiernaast gewoon een fulltime baan. Dit doe jij gewoon als hobby, hoe ik mijn podcast als hobby doe eigenlijk. Ja, precies. Ja, gewoon vanuit je passie, je komt thuis en je kijkt wat je nog kan doen. Ja. Ja, 100%. Gaaf, man. Ja, dat is een goed, mooi antwoord op mijn vraag. En is er iets waar je nu mee bezig bent, waar je een tip van de sluier kan geven of iets van kan zeggen van ja, of dat komt eraan waarvan je zegt van ja, dat vind ik wel heel gaaf? Ja, op zich wel. Ik ben nu veel bezig met Cage Fury. Die hebben eigenlijk iedere maand tot 6 weken wel een event. Best wel een redelijke MMA-organisatie waar ik nu trailers voor maak. Gaaf. Dus iedere 2-3 weken zo'n beetje maak ik daar dan een trailer voor het event dat er aankomt. Ze hebben gisteren een event gehad en de volgende is weer op 14 of 16 mei volgende maand, dus precies. En daar ben ik nu weer veel trailers voor aan het maken. Dus dat is ook weer gewoon leuk om te doen. Maar ook weer een goede oefening om nieuwe dingen te leren. En een stapje hoger op de trap. Ja, ja. En zo moet je hopelijk langzaam kom je langzaam bij je doel terecht uiteindelijk. Ja, gaaf, man. Echt super gaaf. En hoe is nou hoe moet ik het zeggen? Je contact binnen de Nederlandse scene, zeg maar. Want ik weet niet of ik... De eerste was, een van de eerste was die waarvoor je dingen in Nederland qua podcast. Ja, ik was volgens mij de eerste. Ja, mooi. Ik ben sowieso een trendsetter in Nederland weer. Dat is mooi om te horen. En ja, hoe bevalt je dat, man? Wat is de feedback die je krijgt? Kan je daar wat over delen? Ja, op zich over het algemeen wel best wel veel leuke reacties. Gaaf. Als mensen toch zien dat je Nederlands bent, dan heb je toch meteen al een soort klik. Ja. Mensen waarderen het ook, dus dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk, dat mensen me een berichtje sturen met, hé, wat je doet is zo tof en zet dat door. Gaaf, en of een verzoekje hebben, vind ik ook altijd leuk. Gaaf, man. Dus dat sowieso het enige wat ik wel erg mis, of heb gemist in alle events,
Weet je, met Glory, met COVID en alles, dat gewoon wat moeizamer ging allemaal. Dus ik heb heel veel mensen, zoals jij ook al zei, gewoon nog niet ontmoet. Ja. Waar je best wel veel contact mee hebt, maar gewoon niet, waarbij het lastiger is om... Het mooiste is natuurlijk dat er een kickbox event is, dat je elkaar daar allemaal tegenkomt. Exact, exact, exact. Ja, maar goed, exact. Dat begint allemaal weer langzaam op te komen, dus dat vormt ook niet meer zo'n probleem. Ja, ik kijk uit naar ons. We hebben volgens mij, het is al bijna mei, we hebben gezegd, ja. LFL, die moet weer wat ergens wat gaan doen in mei. En dat is ons moment dat we elkaar een keer fysiek gaan ontmoeten. En dat was ook bij LFL 4 het moment ook dat ik heel veel mensen uit de scene op ontmoet, Levi. En dat maakt het zo makkelijker of in ieder geval toegankelijker om met mensen gewoon te praten, mensen te leren kennen. En gewoon face-to-face, weet je, energie aan te voelen, weet je. Ja, dat is gewoon echt, was heel gaaf, man. Dus ik kijk daar trouwens ook naar uit, joh. Ik besefte me helemaal niet dat het al 16 april was vandaag. Dus dat zie je super cool. Gaat hard, Wat je zegt, je hebt elkaar ook nodig. Weet je, iedereen die zorgt ook voor aandacht. En hoe meer mensen dat doen, hoe meer mensen kijken. En zo langzaam kan dat balletje natuurlijk gaan rollen. Dus. Man. En die scene ook in Nederland wordt, vind ik ook mooi om te zien, man. Want... Ja, weet je, ik zeg het nog steeds. Tuurlijk had je wel wat zaken, wat programma's in Nederland die wat zaken deden met Combat Sports. Maar in de podcastvorm, hoe ik het ben begonnen, was het er niet. En sindsdien zijn mensen echt actief geworden. Heb je natuurlijk grotere podcastplatformen die nu ook zijn uitgebreid met die deal. Natuurlijk ook nu met Eurosport. Dus ja, de scene wordt groter en dat is alleen maar mooi om te zien, man, Levi. Dat is echt gaaf om te zien. Ja, met Eurosport nu ook. Het is echt best wel een professionele productie. Absoluut, man. Het is nog bij kijk. Dat is natuurlijk alles gratis. Nou, dat is ook wel relaxed, dat je niet voor alles hoeft te betalen. Maar nu, je merkt het ook wel. Van 4 tientjes voor een heel jaar. Ja, en dat is niks. Het is zoveel beter op geworden. Klopt, en kijk, was echt belabberd ook qua streamkwaliteit. Ja. En ik heb het laatst moeten nemen, weet je. Dus echt tevreden, man, Discovery. Streamen van je telefoon naar je tv. Je kan kiezen tussen Engelse, gewoon dat Amerikaanse commentaar, Nederlandse commentaar, weet je. Heel relaxed. Ja, heel relaxed. En dat is maar... Wat het ergste was van kijk... Ik vond verder op sommige momenten was het ook gewoon handig, want het was wel gratis. Dus dat wel. Toegankelijk. Dat het misschien altijd perfect is. Dat is zo. Maar het zuurste vond ik nog wel dat je die met die reclames. Ja, man. Op het begin al, dat is zo irritant. En soms niet 3, maar ook 8 af en toe. Dat is ook wel hinderlijk. Maar het ergste is nog dat je een reclame kreeg voor de ronde dat de KO kwam. Omdat heel veel mensen die skippen misschien alleen naar de KO. Dus ze dachten waarschijnlijk, nee, we gaan er ook nog wel even één inplannen. Jij bent scherp. De KO komt. Jij bent scherp. Ja, dat je dan, klopt. Ik probeer niet altijd de uitslagen al te zien van niet alle wedstrijden. En dan zit je te kijken en dan ben je in ronde 1. En dan komt er een commercial meteen naar ronde 1. En denk je meteen, ja, ze moeten ook hun inkomsten natuurlijk. Ja, en weet je wat het is? Al dat soort dingen. En volgens mij had je ook nog een tijdje... Dat je zeg maar normaal, nu doen ze zeg maar als een partij bijvoorbeeld 3 minuten duurt, dan doen ze die tijdbalk gewoon op een uur zetten, weet je. Dat je niet ziet dat het een snelle finish is. Ja. Maar volgens mij was het ook een tijd dat ze dat daar ook niet hanteerden, waardoor je ook weer zag van, oh, dit wordt dus, dan had je ook niet echt altijd behoefte aan, maar klopt man. Maar mooi over. Een video van 10 minuten. Ja, dan weet je ook. Daarna dat... was weer 45 minuten. Exact. Ja. Maar goed te zien bij Eurosport. En dit is maar het begin, weet je. Dus dat gaat alleen maar beter worden. Dus dat is ook een mooie ontwikkeling. Ja, 100%. Hè? 100%. En dan kun je er ook maar beter wat voor betalen. Dat is dan helemaal niet erg. Ja, die 3-4 tientjes, dat is helemaal niks, man. Dat is te doen. Alhoewel, ik moet je ook zeggen, ik weet niet of jij dat is opgevallen. Alles wordt nu ook, hoe noemde je dat nou? Daar heb je ook een naam voor, zeg maar. Van dat HBO Max, Viaplay, je moet UFC Fight Pass. Je moet toch wel nu heel veel los betaalde premium content gaan betalen om heel veel te kunnen zien. Dus je merkt wel die ontwikkeling dat mensen van tv kijken nu meer naar dat soort mediums gaan, weet je. Dus het is afhankelijk van wat je allemaal kijkt, inclusief Netflix en noem het maar op, zeg maar, hoe gek je het maakt. Maar ja, voor MMA is dat... Zeker als combat sportfan is dat te doen, man. Ook met deze aan boksen zit je ook volgens mij op €2 of zo in Nederland. Dat is vergeleken met de Amerikanen wat ze daar betalen qua pay-per-view zeker te doen. Zeker zo, te doen. Ja, en weet je, als je nou echt nog helemaal gek wil doen, dan koop je UFC Fight Pass. Dat kost ook niet zo heel veel. €10, 9,95. Nee, ik betaal €10 per maand, Leef. Weet je waarom ik dat heb? €10 per maand en dan heb ik heel de library, hè? Dus ik kan gewoon tot UFC 1, want ik ben nu inmiddels trouwens, ik ben zo gek. Ik ben begonnen bij UFC 1, ik ben nu bij 23 geloof ik.
Ja, maar ja. Ja, dan kan je ook alles terugzien. En dat is wel gaaf, weet je. Uiteindelijk die pay-per-views ook, hè. Die na een maand zetten ze die volgens mij ook gewoon erop, zeg maar. Dus dat is zeker handig, man. Ja. Om daarop terug te komen. Wat zei je? Dat is dan ook wel te doen. Want je hebt ook niet... Je hebt volgens mij ook... Volgens mij is het ook... Dat Cage Fury is ook op Fight Pass. Dus je hebt ook allerlei andere MMA... Cage Warriors. Cage... Correct. Correct. Dus je hebt heel veel andere promoties die daar ook op komen. Cage Warriors ook af, echt in Londen van genoten, jongen. Die waren laatst daar ook. Of in Liverpool daarna. Ja, dat zijn ook prima organisaties om naar te kijken, jullie leven, als ik eerlijk ben. Tuurlijk. Ja, toch? Sorry? Wat zei je als laatst? Ik zeg, dat zijn ook echt mooie... Het wordt wel eens MMA. Ik heb het wel eens met mensen erover die er dan wat verder afstaan. En dan zeggen ze, ja, zo UFC... Maar dan merk je ook dat de UFC echt daarna de MMA bijna heeft geclaimd, zeg maar. Ja. En dat mensen MMA koppelen en UFC, waarbij ik dan ook zeg, guys, luister. En dames, echt One Championship, Cage Fury, Cage Warriors. Zelf bij LFL, waar ik laatst was, zag ik gewoon jongens die gewoon qua niveau, als ze zo doorgaan, ja, die kunnen gewoon ook mee met de hoogste met de beste organisatie. Dat is gewoon mooi om te zien, man. Hoe hoeveel goede competities je hebt, man, Levi. Ja, dat is zeker zo. En ja, je hebt natuurlijk... Tuurlijk is het leuk om een bekende naam te zien vechten. Maar als je twee onbekenden hebt die ook een knalpartij neerzetten... is het ook leuk om te zien. Ja, absoluut. Heb je trouwens gisteren Beller toch gekeken? Hoe nu we daar toevallig over hebben? Nee, ik heb het niet gekeken. Ja, er was daar dus een partij, wat jij zegt. Een partij tussen een debutant... En iemand die maar één pro MMA gevecht had. Die stonden op de prelims. Ja, die hebben gewoon een gevecht van het jaar neergezet, man. Oh, dat was wat jij op je Insta hebt gezet. Op mijn Insta heb gezet. Die moet je me even... Dat hebben we opgeslagen. Dat ga ik even kijken. Dat is zo absurd gevecht, weet je. En dan zit ik ook zo te kijken. En dan denk ik ook van... Ja, je hebt over alle organisaties heen... Heb je gewoon, weet je, zijn allemaal warriors, man. Het is maar gewoon, weet je, of je alleen maar waarde hecht aan de grote namen of niet, zeg maar, weet je. En dat doe ik zelf persoonlijk niet. Ik zit gewoon op mooie gevechten te wachten, joh. Dus, dat gezegd. Zo is het. Ja, toch? En heb je nog trouwens die ontwikkelingen van, we hadden het over Glory, net over kickboksen. Heb je dat een beetje gevolgd afgelopen tijd? Met dat ze samen met Enfusion was het, geloof ik, hè? Dat ze een soort van Glory Rivals heet het, geloof ik. Ja, klopt. Maar een beetje dat incident laatst in Hasselt, zeg maar. Ze hebben binnenkort een event, ook een gesloten event. Ja, ik vond het wel weer een beetje best wel sneu voor kickboksen, weet je. Dat het dan weer zo imago krijgt, zeg maar, weet je. Dus ik hoop gewoon dat gewoon weer beter uitpakt, man. En ze hebben natuurlijk in Nederland ook... volgens mij nu met dopingautoriteit, et cetera. Volgens mij ook tijdelijk geen events meer in Nederland. En dat vind ik dan wel super jammer voor de Nederlandse markt, joh. Omdat ook gewoon Nederland het kickboxland is natuurlijk, weet je. En dan heb je de grootste kickboxorganisatie die hier nu geen events doet, volgens mij, man. Tot na de order, zeg maar. Dat is wel jammer, hè? Ja, dat is echt zonde. En het is voor iedere vechtsportliefhebber is het gewoon pijnlijk om te zien wat daar is gebeurd, natuurlijk. Klopt. En dat ook overal het nieuws houdt. Ja, het is logisch, maar het is wel jammer. Want hoe vaak gaat het goed? Exact. Ja, en dan hoeft het natuurlijk... Het is logisch dat als het één keer misgaat, dat het overal ook in het nieuws staat. Want dat is natuurlijk hoe het werkt. Maar het is niet goed voor de sport. Het is niet leuk voor de vechters. Het is niet leuk voor de mensen die wel als trouwe fan daar zitten. Exact. Of een livestream volgen of wat dan ook. Exact. Het is alleen maar verlies. Dus. Ja, want het is vooral jammer. We gaan het zien hoe dat zich ontwikkelt. Ja, je krijgt nu die rivals natuurlijk. Dat is op zich wel iets bijzonders. Ja, dat je... Super gaaf. Ik heb met Chin MMA had ik het er ook over. Ik moet me nog in verdiepen. Maar dat is ook ergens in mei, hè, geloof ik, leven of niet? Ja, ik geloof het wel. Ja. En dat vindt in België plaats weer? Of? Ik denk het wel. Ik zag wel zoiets staan. Ja. Dus misschien is dat ook wel leuk om naartoe te gaan. Ja. Maar dat kan ook wel interessant zijn. Dat we wat. Dan krijg je toch ook een beetje Glory versus Enfusion natuurlijk. Dus dat brengt misschien ook een bepaalde spanning in die gevechten mee. En, ik zie het hier, man. Het is ook weer wat nieuws. Ja, het is met Enfusion. Het is op 21 mei. Het zie ik hier inderdaad. Ja. Ik zie mooie gevechten. Gregorio Antifaras tegen Martin. Ja. Bij Rak zie ik inderdaad. Dit is in Antwerpen, in de Lotto Arena. Okay, dus gaaf, man. Dat is wel mooi om te zien. Ook andere jongens staat er ook in. Die Semmelier tegen Gierkorien. Die Semmelier is goed, man. Is de kampioen volgens mij nu ook in het weltergewicht bij Enfusion. Dus gaaf. Ja, goed om... events. Veel mooie events. Kijk je zelf ook boksen, Levi? Nee, boksen wat minder. Ik kijk eigenlijk alleen kickboksen en MMA. En MMA, hè? Ja.
Ja, Ja. boksen, we hebben in het dorp af en toe wel eens zoiets. Dan ga ik zo wel naar een boksgala toe. Dat is dan één keer in het jaar. En ja, echt de headliners, die wil ik ook nog wel terugkijken. Maar ja, heel eerlijk, er zijn ook zoveel events. Dus je moet je tijd goed indelen om het mooiste te kunnen zien. Daar En heb je. boksen trekt mij toch iets wat minder. Ja, dat heb je ook helemaal gelijk in. Ik moet me. Dat is echt goed dat je dat zegt. Want ik zit soms ook soms zondag in bed en denk van hoeveel partijen heb ik nou eigenlijk gekeken? En dan denk ik ook van Levi, weet je, het is tuurlijk, weet je, je zit diep in de sport. Ik wil graag weten waar ik het over heb ook, weet je, omdat dit ja, een sport is waar mensen ook echt hun leven bijna op het spel zetten. Dan wil ik echt geen onzin verkondigen. Maar ik denk, je moet het wel doseren. En ook in je podcast datgene meenemen wat gewoon het meest relevant is, weet je. En dat andere gewoon meer voor jezelf op de achtergrond in de gaten houden als daar wat uit voortkomt. Dat je daar ook wel wat meer historische context natuurlijk aan kan geven. Althans, dat is wat ik voor mezelf belangrijk vind. Maar dat is voor het doseren zeker belangrijk. Maar hoe de komende weken, vandaag hebben we bijvoorbeeld Luque Mohamed, volgende week tot aan Gaethje. Oliveira en mij, ja, niet zo hele spectaculaire events. Zijn er nu events waar jij van echt zegt van, ja, hier kijk ik naar uit de komende weken? Of is het echt Oliveira Gaethje in jouw... Ja, die sowieso. Ja, wat jij zegt, eigenlijk op dit moment staat er niet. Ja, er zijn natuurlijk mega mooie partijen komen eraan, maar niet eentje waarvan je nu echt zegt van die. Ja, Chandler en Ferguson natuurlijk, die staat op diezelfde kaart, geloof ik. Dat Klopt, is klopt. UFC 2. 274, 274, ja, klopt. Ja, dat is wel echt een knaller. Klopt. En ja, En tot die eigenlijk. tijd hebben we daarna, volgende week hebben we Lemos en Jessica Andrade bij de vrouw. Daarna hebben we Font Vieira op 30 april. Ja. Tuurlijk, wel aardig gevechten. Maar we hebben, Ja. ja, het is echt een boksmaand, man. We hebben vandaag bijvoorbeeld in het boksen, de volgende niet echt, maar Spence bijvoorbeeld tegen Ugas. Dat zijn wel mooie bokspartijen. We hebben Fury nog trouwens, hè, tegen Dillian Ja. White. Tyson Fury, die is volgens mij 23 april. En dan sluiten we af in eind april met... ja, dat ze volgens mij op 135 lbs in het boksen. Dat is Valdez tegen Shakur Stevenson. Ook hele mooie partijen. Dus voor mij is het wel goed, Levi. Want dan hoef ik Goed niet zoveel boksmaat. MMA te volgen. Ja, want omdat ik ook echt in het boksen zit. En die jongens, ja, Suhil en Evani, dat zijn ook echt boxing guys. Dus ik zit ook nu echt heel veel oude bokspartijen terug te kijken. Om ook wat meer historische context te snappen en zo. Zo'n nerd ben ik dan wel. Maar ja, dan gaan we wel Lekker zien, man. man. Ja, gisteren was Bellator 277. Dus heb je de uitslagen wel meegekregen tussen Mickey en Pitbull, zeg maar, in het main event? Ik heb nog helemaal niks. Ik had jouw post gezien op En Instagram. voor de rest Ik heb je. Ja. was vanochtend druk, dus ik heb nog helemaal niks teruggekeken, niks gekeken Ja, op je hebt gelijk, man. uitslagen. Je Ik had alleen die van jou opgeslagen. Ik denk van nou, als ik tijd heb vandaag, dan ga ik kijken of ik nog terug kan kijken en verder zie ik het wel. Jij maakt me alleen maar bewuster dat ik geen leven heb. Je hebt groot gelijk, hoor, Levi. Je hebt groot gelijk, man. Hey, heb je nog drukken? Dat is wel een vraag die ik wil. Hoe balanceer jij dat, Levi? Je werk en je hobby. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Kijk, mijn fulltime job, die uren die staan natuurlijk gewoon vast iedere dag, 5 dagen in de week. Dus, en verder, ik probeer nog een beetje te sporten, het liefst voor het avondeten. En dan heb je nog een hele avond over. En ja, het is ook wel lekker om soms wat ontspannends te doen. Maar ja, als je iets leuk vindt, is het niet echt werk. Zo vat ik het eigenlijk op. Dus voor mij is het ook niet zozeer heel erg moeilijk om te balanceren. Als ik ergens klaar mee ben, dan ben ik er klaar mee. En als ik het die dag daarna weer leuk vind om te doen, dan open ik het weer en dan ga ik weer verder. En ja, ik post nu zelf 1 tot 2 posters in de week op mijn Instagram. En daarnaast probeer ik natuurlijk veel klusjes nog te doen hier en daar. Maar het is op dit moment nog prima te balanceren. Echt geen enkel probleem. Ja, je praat erover of het zo makkelijk is, gozer. Je hebt een fulltime baan. Ik weet ook dat je sport inderdaad. Jullie dit ernaast. Je kijkt nog ver. Volgens mij heb je ook een vriendin. Ja, Ja, ja. laten we niet vergeten. Die hebben ook heel veel aandacht nodig. Dus. Heel veel, En het ja. gaat nog steeds goed. Dus je bent er al een langere tijd mee. Je doet het goed. Dus ja, dat is ook wel iets wat. Gaat dat voor mij. Ben je daar bewust mee bezig? Of gaat dat van nature bij jou, Levi? Het is voor mij namelijk, moet ik eerlijk zeggen, continu wel een uitdaging om me continu bewust te maken. Oké, dit heeft prio, zo je tijd verdelen. Anders ga je weer, weet je, loop je straks weer naast je schoenen, weet je. Dan ben je vermoeid en noem het maar op, dan loop je achter de feiten aan. Dus Ja. is dat bij jou natuurlijk of ben je daar wel bewust mee bezig, zo gezegd? Daar ben ik gewoon persoonlijk eigenlijk Nee, gewoon ja, nieuwsgierig naar, hoor. ik denk er eigenlijk niet eens zo veel over na. Als iets echt niet kan, omdat ik het echt of
de druk heb of weet van ja, ik moet nu mijn rust pakken, dan probeer ik op zo'n moment ook wel eerlijk te zijn. Maar het komt eigenlijk altijd wel gewoon goed uit. En natuurlijk, soms moet je moet er natuurlijk wel bepaalde dingen ook voor laten. Dat je iets niet kan doen of dat je ergens wat later naartoe moet omdat je nog iets de een en ander af moet. Of omdat je wat later gaat slapen omdat je nog iets moet doen. Dus het is niet alleen maar dat het perfect uitkomt, maar ja, soms moet je er wat voor inruilen, maar dan ja, dat is vaak ook niet zo'n probleem. Ja. Net zoals nu, we nemen nu de podcast op. Ja, als ik hier nou wat wil gaan doen, dan ga ik er meteen heen. Maar stel dat er nog een klusje tussendoor in komt, ja, dan ga ik er wat later heen. Dat is ook niet zo'n probleem. Je hebt gewoon heel goed die balans, weet je. En ik zeg ook, ja, ik hoor ook, je bent content mee, je gaat er goed mee om. En ja, ik zeg altijd, mensen, je hebt een aantal pilaren altijd in het leven die je voor jezelf goed moet houden om die balans goed te houden. En het klinkt bij jou alsof je ze in balans hebt, man, Levi. Gelukkig, man. Dat is goed om te horen, man. Ik zat net te denken, je hebt laatst een gruwelijke edit gemaakt van al die Nederlandse legends. Ja, hoe was het? En dank aan jou, hè? Ik ben dan echt zo perfectionist. En dan denk ik van, één, we hebben Bas Rutte natuurlijk. Die hebben we gemist, helaas. Dat was wel jammer. En daar voel ik mezelf echt schuldig voor. Evani kwam met die. Maar dan zat ik laatst UFC 2 te kijken, volgens mij. Of 3. En dan hadden we nog... Dan hadden we natuurlijk een aantal legends ook uit die tijd. Maar zag ik opeens ook een Nederlander. Die had dan één partij. Die heet volgens mij Freek of Frank Haamaker. Okay. En dat is wel een bijzondere. Want die won zijn partij. Maar uiteindelijk is die uit het toernooi gestapt. Zeg maar uit het toernooi gestapt. Oh. Maar ja, ik ben benieuwd hoeveel Nederlanders ik nog tegen ga komen. Ik wil alleen maar zeggen, Levi, dat het... Ja, zo'n klein land, het is echt bizar wat voor stempel we drukken, weet je, op het gebied van combat sport. Hoe dieper ik duik in die geschiedenis, ja, weet je, ik vind dat echt bijzonder, man, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat is het ook. Ja, dat toch? Is het ook. En dat maakt je ook wel trots, toch? Absoluut. Daarom zat ik ook zo te denken. Ik denk, ja, en ja, ik weet ook niet waar het mee te maken heeft, zo'n kleine bevolking en toch op alle vlakken los ook, weet je, ook combat sport overschrijdend en alle takken van sport merk je, ja, dat Nederland altijd toch meegaat met de top, zeg maar. En dat vind ik wel tof altijd, man, om te zien, man. Ja, ik ook. Dat is ook belangrijk, ook voor de sport. En je ziet nu eigenlijk heel goed met Max Verstappen natuurlijk. Ja, dat is ook zo'n voorbeeld. De Formule 1, ja, dat is helemaal een ding geworden. Maar al is het geen Nederlandse held, dan zullen ook ongetwijfeld veel mensen naar Formule 1 kijken. Maar wel een stuk minder nu Max Tuurlijk, man. Ook zo'n held, hè. Ook zo'n succesverhaal. Het is ook zo bizar wat die jongen allemaal doet. Ja. En ook wat ik me trouwens... dat kan je natuurlijk niet vergelijken, maar je hebt wel eens gekart, denk ik, hè? Ja, ja. En ik heb dat toen een paar keer gedaan. En ik dacht altijd, ja, wat autorace, ja, weet je, 80 rondjes in een 80 rondjes rijden, zeg maar, ja, dat is toch helemaal niet zo spannend. Maar de fysieke gesteldheid die ik ook daarvoor moet hebben, leven, dat moet je niet onderschatten. Heb je dat wel eens... Dat is gruwelijk. Als je 3 heats doet, nou, één heat is vaak iets van 8 of 10 minuten, volgens mij, rijden. Precies. Dus je doet 3 heats, je bent gewoon... compleet bezweet. Exact, man. Die gasten die zijn ook gewoon topfit, hè. Want ik heb een keer een docu gezien dan, zeg maar, van Max en die Hamilton en wat voor fysieke trainingen ze ook doen naar fitness. Ik dacht van, ja, dit is gewoon topsport, man. En ook vooral, ja, met dat... Ja, echt mooi, man. Het is eigenlijk precies wat je zegt. Je verwacht het er niet bij, omdat je denkt van, ja, je zit toch en je hoeft wat dat betreft niet, net zoals met vechten, iedere stoot die je geeft kost natuurlijk kracht. Exact. En dat is wat moeilijker in te beelden in zo'n auto, maar ja, als je gaat karten, probeer eens 5 hits te doen. Dat is gewoon niet te doen, maar je bent echt compleet gesloopt. En die link legde ik dus, Levi, want toen ik dat ging doen... Ik was dus ook moe en ik merkte ook de dagen daarna dat ik gewoon echt spierpijn had, hè. Ik dacht, kan je nagaan op dat niveau van Formule 1 met die snelheid en alles wat daarbij komt kijken. Ja, dat is next level, man. Echt next level. En ook dat motocross. Ik denk dat ook zoiets... Dan zit je natuurlijk ook... Qua balans moet je zo corrigeren constant om iedere bocht je lichaam erin te gooien. Klopt, Levi. Ja,
Dat ook. Dat is niet normaal. Ja, man. Het inzicht wat die jongens hebben, ook coördinatie. Dat is echt heel knap, man. Dat is next level. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. En wat ik wou zeggen, hoe was de feedback daarop, man? Want het was echt een gruwelijk design. Daar gaan we sowieso nog even over praten. Want daar wil ik sowieso nog een poster van. Maar hoe was de feedback daarop? Ja, dat is goed, man. Ja, die moet eigenlijk even... Ik zal even kijken of ik die voor je kan Ik wou het net niet, nog niet zeggen. Maar twee dingen moeten wij nog regelen. Dat is één. Sowieso moet dat een poster worden. Dat ga ik met jou fixen. En bij het volgende project wat jij hebt met de represent, dan ga ik ook natuurlijk gewoon bij jou een shirt kopen die jij hebt gedesigned. Want dat wil ik echt hebben. Dat is een, die deal gaan we ook sluiten. Maar hoe was de feedback, jongen? Ja, dat was mega. Het was echt... Ik doe eigenlijk op Instagram helemaal niks voor de likes. Tuurlijk is het altijd leuk dat je je werk aandacht krijgt. Maar we hadden alleen mijn beste vrienden op mijn Instagram likes achtergelaten. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Exact. Dus het is, als het helemaal geen aandacht vangt, tuurlijk is het dan wat minder leuk. Omdat je wel hoopt dat je een beetje gezien wordt natuurlijk. Precies. Dat is altijd leuk. Maar het was bizar hoeveel berichten. Ik was eigenlijk de hele dag bezig met mijn telefoon. Achter elkaar kreeg ik DM's binnen. Ook van die vechters die erop stonden. Met reacties van dat ze zelf vereerd waren dat ze erop mochten staan. Ja, dat was... Ik had al best wel een tijdje een idee van... Ik ben best wel trots wat jij ook zegt op de Nederlandse vechters. Dat is niet normaal hoeveel er gepresteerd wordt in zo'n klein landje. En hoe weinig het ook in het nieuws komt. Klopt. En er is maar één manier om daar verandering in te brengen. Dat is natuurlijk beginnen bij jezelf. Dus een beetje op die manier ben ik... is die gedachte ontstaan van ik moet eigenlijk gewoon één poster maken met zoveel mogelijk Nederlandse helden. En toen stuurde ik jou een appje. Jij was nog positiever dan ik. Ja. Dus dat was ook een teken om er snel mogelijk aan te beginnen. Ja. Het was echt gruwelijk. Iedereen, zoveel reacties en bijna iedere vechter heeft er wel of op gereageerd of mij een berichtje gestuurd of hem gedeeld. Tof, man. Dus dat was veel meer dan ik zelf had gedacht en gehoopt. Ja, het is echt, je raakt alle punten die ik wil benoemen, man, Levi. Dus mooi om te zien ook dat je die reactie zag het al, maar ik was even benieuwd hoe ik ook veel persoonlijke berichten natuurlijk kreeg. Dus echt heel gaaf om te zien. En wat je ook zegt, ja, je ziet heel veel sporten, weet je, waar kampioenen... Natuurlijk kan je niet in elke sport iedereen de aandacht geven, maar je merkt wel dat het nog steeds heel erg onderbelicht is. En ik weet niet of het door de imago komt, zeg maar. Ik merk het ook in het boksen, joh, vanuit het Nederlandse Olympisch Comité. Boksers, et cetera, weet je, hoe weinig ze subsidies je krijgen, weet je. Maar als je aan de andere kant kijkt hoe hard ze ervoor moeten trainen om in zo'n kooi of om in zo'n ring te staan. Ja, weet je, en er is geen enkele sport die erop geënt is ook om je tegenstander uit te schakelen, zoals jij noemt, weet je. En dan vind ik het jammer dat ze niet in die grotere media daar meer aandacht aan geven. En daarom ook om weer de link te leggen naar Eurosport en dat soort platformen. Dat het mooi is dat het dan op die podium wel een platform krijgt om toegankelijker te worden, weet je. Want het wordt ook steeds professioneler. En het zijn allemaal ninjas, man, tegenwoordig. Ja. Ik zit wel eens naar die wedstrijden te kijken en denk van, zijn dit nog wel mensen, man? De technieken die erbij... Ja. Alsof ik Mortal Kombat aan het spelen ben, man, van vroeger, man. Dat is echt prachtig om te zien. En de vraag, nog, Levi. Hoe denk jij dat Nederland, waarom Nederland zo succesvol is? Ik ben daar nog steeds niet over uit, maar heb je daar zo een verklaring voor wereldwijd? Binnen sport algemeen? Ja, binnen sport algemeen, weet je. Of het nou ook met het bouwen van waterdijken, wat het ook is. Altijd vind je wel waar Nederland goed in is en waar ze de wereld mee helpen. Of waar ze de wereld mee veroveren, zeg maar. Of het net nou Max Verstappen is. Ja, Nederland heeft toch altijd wel iets, man? Ja, ik zou het heel eerlijk gezegd niet weten. Want ik heb wel ooit eens gelezen dat waarom wij qua handelen en alles zo goed zijn, dat komt omdat we eigenlijk qua land, qua grondstoffen en alles heel weinig te bieden hebben. Dus dat we al heel vroeg als Hollanders zijnde naar het buitenland moesten of in dingen moesten handelen die we zelf niet hadden. En dat we dat op die fiets een beetje is ontstaan, dat we eens overal in gaan mengen en dingen gaan vinden in plaats van alleen maar één soort grondstof of iets te verkopen aan andere landen. Dus dat is wel een mooi en qua topsport. Dat is een goede vraag. Ik zou het zelf eigenlijk niet eens weten waarom er zoveel Nederlanders zo goed zijn in topsport. Ja, maar misschien is het ook wel de combinatie van leren en maar ook toch de vrijheid hebben. Want je hoort natuurlijk ook wel vaak dat landen als China, dat die sporters dan al, zijn jonge sporters zo
vroeger onder een bepaalde druk komen te staan dat ze helemaal die sport niet meer uitoefenen met plezier, maar gewoon puur met dat het moet. En ja, dan verlies je natuurlijk wel een heel belangrijk gedeelte in je groei. Ja, want ja, het is ook het plezier erin wat ervoor zorgt dat je nieuwe dingen wilt leren. Hey, hoe oud ben je, Levi? 24. Ja, maar je slaat daar echt... Ja, weet je, alles wat ik dacht, zeg, heb je eigenlijk gezegd, Levi. Om te beginnen bij... Om het even, zeg maar, in die balken en ja, die VOC-mentaliteit, of hoe die het ook noemde, waar ze helemaal over vielen. Maar dat wat jij wel terecht noemt, hoor, Levi, het naar buiten gericht zijn, omdat we in Nederland weinig hebben. Maar dat brengt natuurlijk ook heel veel kennis met zich mee die je terugbrengt naar Nederland. En als jij het over combat sport hebt en het verlengde daarvan ook naar die diversiteit in Nederland, de culturen hier en die mix die dat weer met zich meebrengt, gecombineerd met de vrijheid inderdaad, wat je ook zegt die je in Nederland hebt om de dingen te kunnen doen en daarin te ontwikkelen. Ja, ik denk dat, ja, ik kan het niet wetenschappelijk aantonen of zo, maar dat is wel de gedachtegang waar ik op zat en wat jij bevestigt. Ja. Ja, absoluut man, Levi. Dat kan het eigenlijk ook alleen maar zijn. Een andere verklaring heb ik daar niet voor, denk ik. Maar terecht man, Levi, terecht. En wat je ook zegt over China, Cuba laatst trouwens, daar zijn boksers die konden nooit professionals worden. In Cuba heb je ook een systeem van sporten als je een talent bent waar je eigenlijk wordt gedrild vanaf jongs af aan. En nu worden ze wel eigenlijk sinds vanaf mei wordt daar ook toegestaan dat je als professional dus ook een bokscarrière kan starten. Ja, dan moet je even afvragen in hoeverre dat ook een deels propaganda is voor de Cubaanse regering natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een groot dingetje ook, weet je, die vrijheid. Ja. Alhoewel het aan de andere kant natuurlijk ook zijn nadelen heeft, weet je. Je moet daar ook goed mee omgaan, zeg maar. Daar hebben we ook wel wat uitdagingen in, maar goed geschikt. Je bent weer wel ook vrij filosofisch. Ja. Moet ik eerlijk zeggen, je denkt goed over... Ja, absoluut, want ik ken jongeren ook van jouw leeftijd. En als ik met dit soort verhalen kom, zeggen ze... Ja, laat me met rust, man. Die denkt daar helemaal niet over na. Maar het klinkt als... Het is een interessante vraag natuurlijk. En het is een heel belangrijk gedeelte ook van de sport. Als heel simpel, als we in Nederland helemaal geen helden hebben binnen de sport... dan heb je er ook helemaal weinig connectie mee. Dus het is heel belangrijk dat we een Musashi hier en daar hebben... Ja. Die iedereen tot moes slaat en waar ik me op kan verheugen. Want het zou toch wel een drama worden als we die niet meer hebben. Ja, en weet je wat ik ook dan ook zo heerlijk vind? Ik zit naar je posten ook te kijken. En dan zit ik naar al die gasten te kijken. En de enorme kennis en ervaring die ze dat ook straks met zich meebrengt. En voor de generatie hierna natuurlijk. Ja. Weet je, die gaan natuurlijk straks ook mensen, jongeren begeleiden hopelijk, et cetera. Dus dat gaat alleen maar naar de next level. Ja. En het laatste vraagstuk waar ik het eigenlijk met jou nog over wil hebben, Levi, is eigenlijk het stukje, hoe zie jij dat ziet, hè? Want jij kijkt nu MMA. Wat is voor jou het meest interessante onderdeel van MMA, wat jij graag ziet? Is het de hele mix, of is het staande, het grappelen, of de BJJ, of een combinatie daarvan, zeg maar? Ik denk de combi. Ik denk dat het de combi is wat het interessant maakt. Dat je eigenlijk een gevecht hebt waarbij het beide kanten op kan gaan. Ja, dat je verrast wordt als kijker. Dat is denk ik het leukst. Je hebt natuurlijk, als je een gevecht gaat zien, heb je automatisch al een bepaald beeld waarvan je denkt dat er gaat gebeuren. En het is misschien het mooist als dat niet gebeurt. Als er iets gebeurt waarvan je het niet verwacht kon voorspellen. Ja, dat heb ik dus ook. Heel veel mensen zeggen altijd, dat grappelen wil ik niet. Ik zeg, dan moet je boksen of kickboksen kijken. Ik vind dat precies wat jij zegt. Ja. Hoe vaak een staande vechter aan het winnen is en opeens uit het niks wordt gesubmit, zeg maar. Die omgang vind ik mooi, man. En ook in het verlengde daarvan, wat ik dan wel enorm van baal is af en toe. Dat is zeg maar... Niet van baal, maar dat is gewoon de achterstand die we hier hebben. Dat je merkt dat ze natuurlijk op het Noord-Amerikaanse halfgrond, dat ze daar veel meer in hun jeugd aan grappling doen, aan worstelen, zeg maar. En in Europa, vooral in Nederland, ja, daar hebben we natuurlijk... Ja, ik weet niet of jij, maar kreeg jij op de basisschool worstelen en dat soort dingen? Nee. Ja, misschien een keer een judoles, een half uur, weet je wat. Of net zoals je wel eens capoeira kreeg dan ineens. Ja, exact, maar het zit er niet echt... Ja, en dan zit ik wel eens naar die wedstrijden te kijken en denk van... En dan werd ik mijn laatste bewust, want ik van, hey, shit man. Als je als staande vechter hebt, sta je eigenlijk altijd 1-0 achter. En heb je als grappler altijd de voordeel. Waarom? Want als een staande vechter
aan het verliezen is staand, kan hij het gevecht niet naar de grond brengen, omdat hij daar, daar natuurlijk... Maar als jij als grappler redelijk kan strijken en je bent het aan het verliezen, heb je altijd je kracht. Dan denk ik van, zo, dat is wel echt dat ik dacht van... En in het verlengde daarvan dacht ik dus van, als jij dus domineert als staande vechter MMA, is het eigenlijk best... Ja, dubbel knap eigenlijk, wil ik zeggen, Levi. Omdat je natuurlijk dan gewoon heel goed jezelf staande moet kunnen houden. En ik hoop dat we daar als Nederland in ontwikkelen, man. Want ja, staand is natuurlijk... je ziet het overal, man. Iedereen... van kickboksen ook, of het nou one is, et cetera. Daar domineren we zwaar, joh. Dat is echt absurd. Ja en laten we hopen dat het langzamerhand steeds meer en meer gedeeld wordt. Want ja, we mogen best wel trots zijn op alles wat we hebben. En we moeten er ook gewoon van genieten. Van de vechters die er ook nu nog rondlopen. Misschien binnenkort stoppen. Dat die er nu nog hun prestaties leveren. Want we mogen er best wel trots op zijn. Absoluut, man. En dat dragen we hopelijk. Ja, daar proberen wij in ieder geval een steentje aan bij te dragen. Jouw middels je graphics. Ja, toch? Mijn podcast. Ja. Is er nu nog eentje waar je naar uitkijkt, een partij? Of heb je niks op je vizier, Levi? Ik laat me helemaal verrassen door alles wat er nog gekomen gaat. Gaaf man. Ja. Ja, ik laat me ook weer in ieder geval verrassen door jouw edits. Dit was in ieder geval Levi van Boksel. Hoe noem je jezelf eigenlijk als ze zeggen wat je doet? Laat me daarmee afsluiten. Graphic designer. Maakt mij heel eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. Ja, mensen makkelijk vinden, gebruik dat lekker en... Ja, dat is helemaal prima. Naam wat je aan het beestje geeft. Heb jij nog inspiratiebronnen qua dit werk overigens? Op zich wel. Er zijn een heleboel. Ook niet altijd vechtsport gerelateerd. Er ook een hele hoop gewoon kunstenaars die posters maken voor Netflix en zo. Ja, gaaf. Ja, daar zit ook heel veel dingen in waarvan je denkt van... dat zou ik wel eens kunnen combineren... Ja, er zijn eigenlijk zat. Ik zou er niet eens één echt op kunnen noemen nu. Ja, dat hoeft ook niet. Maar dat is goed om te weten dat het ook om diversiteit gaat. Hè? Want nu noem je er wel, trouwens een topic. Maar jij doet heel veel edits natuurlijk qua combat sport. Maar je hebt hier en daar ook wel wat zaken gedaan wat helemaal daar niet. Want ik zie je bijvoorbeeld... ik zit even te scrollen. Wat is iets wat jou niet opkomt? Want je hebt niet altijd posts van combat sports. Jij doet ook andere zaken posten, hè? Ja, ik probeer het wel zo breed mogelijk uit te zetten. Ja, Ajax natuurlijk. Ja, daar ben ik zelf geen fan van als Rotterdam. Maar ik zie hier een hele mooie die je hebt gemaakt. Inspired by our history, Eyes on the Future. Die is ook gaaf trouwens voor Levi. Heb je ook netjes... Herken je die nog trouwens? Of zegt dat je niks meer met al die edits? Die van Ajax weet ik wel. Maar wat was die andere? Nee, dat was die van Ajax. Dat was die. Daar staat Inspired by History, Eyes on the Future. Ja, dat was wel tof. Dat was een soort van contest die Ajax zelf had opgezet. Dus ze zochten iedereen die mocht erop schieten met een poster maken. En dan kon je wat winnen. Ik geloof dat je poster een dag werd opgehangen in het Rijksmuseum of zo. Zoiets vets. Dus ja, ik doe eigenlijk bijna nooit mee met zo'n contest. Omdat dan ga je... Ja, ik vind het juist leuk om iets te maken en dat andere mensen ervan kunnen genieten. En dit stuur je dan naar iemand toe in de hoop dat er iets mee gebeurt. En zo niet, dan gaat het eigenlijk verloren. Exact. Dus ik zet hem ook op mijn Instagram. Ik heb toen helaas niet gewonnen, maar als er een nieuwe contest is, dan pak ik ze. Ja, goed zo. Dat is de instelling. Nee, ik vond hem heel gaaf. Kijk, ik word straks, als we die podcast hebben gegooid, word ik hier in Amsterdam afgeschoten. Dus ik moet zwaar bewapend hier even door de wijk lopen komen. Nee, maar was gaaf om te zien, man. Maar echt heel tof. Gaaf dat je dit wilt doen. Ik wil je ook gewoon, wordt niet dat ik duizenden luisteraars heb, maar ik wil je toch wel het podium bieden. Ik ben ook blij om te horen dat ik ook met... Leuk. Ik waardeer het oprecht. Ik vond het ook een leuk gesprek. Check. En ik vind het, hoe meer aandacht het krijgt, hoe leuker het is. Dus alleen maar dank daarvoor. Graag gedaan, man. En we spreken elkaar en zien elkaar in mei natuurlijk. En we gaan dit zeker een vervolg geven natuurlijk. Dit is even een audio, maar de studio... Ik heb inmiddels ook mijn studio af, Levi. We kunnen een keer een sessie gaan doen. Het zit er meer in de... hoe noem je dat wat ik net al zei? Mensen die aan de knoppen zitten, waardoor ik zelf geen dubbele dingen hoef te doen. Ik moet je eerlijk zeggen dat af en toe een beetje vervelend is. Dat je niet helemaal kan focussen op het gesprek. Maar ondanks dat, nogmaals dank. Dit was Levi van Boksel. Dit was in ieder geval
ja, bloedsport 1-op-1. En dan gaan we naar de volgende aflevering. En dit was ook wel een bijzondere aflevering. Een edit, of in ieder geval een artwork die door jou zelf is gemaakt, Levi, van je eigen aflevering. Ja, ja, was ook even wennen. Ja. Precies, precies. Maar ik wens jou nog een fijn lang paasweekend. Ik zal deze maandag op... dat is een mooie. Op tweede paasdag zal ik deze droppen. Dan hebben mensen daar wat te luisteren in ieder geval. En dan kunnen ze ook even wat dieper kennis maken met de man achter heel veel mooie artwork in Nederland. Internationaal ook. En zelfs gewoon, hoe noem je dat? Merchandise van Represent. Nogmaals bedankt, Levi. Luisteraars, kijkers, dit was aflevering 14. Tot de volgende aflevering van Bloedsport 1-op-1.